Hey, we zijn hier in het gebouw Olijf, het Delta College. Ik zit op opleiding artiest muziek en ik ga jullie wat voor opleiding laten zien. Nou, je hebt een opleiding duurt 3 jaar en in het eerste jaar ben je heel veel aan het spelen. En dat is vooral met bandcoaching en songwriting, waar je echt op je eigen muziek gaat focussen. En het tweede jaar moet je een half jaar stage lopen, dat duurt 480 uur. Het derde jaar moet je ook weer een half jaar stage lopen, dat duurt ook weer 480 uur. Daarnaast moet je je voorbereiden op je eindproject. Achter mij is het Deltion Theater. Daar kunnen we nu helaas niet in verband met examens. Maar daar spelen de eerstejaars- en derdejaarsbandjes regelmatig. Je hoeft eigenlijk maar 2 keuzes te maken binnen je hele opleiding. Dat is waar ga je auditie op doen. Daarnaast kun je in de tweede kiezen om songwriting te gaan studeren. Verder krijg je dus muziektheorie. Dus met notenkennis, akkoordkennis en solfège, dat is gehoortraining. We zijn hier bezig met het opnemen van liedjes in de repetitieruimtes. Hier worden dus alle opnames en demootjes gemaakt. Hoofdvaklessen krijg je in de studio's, want je bent eigenlijk bijna niet met pen en papier bezig op deze opleiding, maar echt met je computer of laptop, omdat je daar gewoon alles mee doet. We lopen nu snel de studio binnen. Hier binnen worden alle bandjes opgenomen voor de opleiding. En achter mij zie je een raam en daarachter gebeurt al het studiowerk. Eigenlijk het hele creatieve denkvlak wordt gewoon heel erg gestimuleerd. Je leert heel veel mensen kennen. En toen ik helemaal toegelaten was, had ik eerst altijd wel een beetje moeite met bepaalde dingen. Maar na een tijdje ga je toch wel echt een beetje jezelf vinden binnen die opleiding. Je krijgt best wel druk. Je krijgt bepaalde opdrachten mee van over dan en dan moet je optreden met die en die nummers. Dus het is echt heel erg vooruit plannen en heel erg vooruit denken. Dit is Fokko en geeft songwriting. Fokko, wat ben je aan het doen? Hi. Ik ben aan het opnemen, een kerstliedje wat jullie net hebben opgenomen. Fokko Mellema, dat is een songwriting docent. Dus hij is altijd goed betrokken en dat is heel fijn. Moet je het een keer horen? Zo gaat ie. Hey, mooi. De plannen voor de toekomst is voornamelijk doorgaan met wat ik nu doe. Gewoon veel spelen, veel schrijven en heel veel netwerken.